deze nieuwsuitzending gaan we weer lekker Bijbel lezen. En dan niet te veel. Jullie kunnen meekijken. Ik heb hier de Koning Jacobus Bijbel, de King James, van 1611. En daarvan heb ik gekozen. Ik ga er niet aankomen. Het is Proverbs. Op zijn Nederlands heet dat Spreuken. En daarvan hoofdstuk 15. En dan vers 1. Ik kan het toch wel eventjes klikken. Ja, precies. Hier zit Proverbs. Dat is in het Oude Testament. Het Oude Contract. God heeft geprobeerd om contact te krijgen met ons. En het woord laten opschrijven. Het begint met Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Erg interessant boek. Dat gaan we allemaal niet doen. We gaan naar Proverbs. En ik lees hem voor op zijn Engels. Ik pak nog even de Statenvertaling er ook bij. Waarom niet? Nee, maar het correcte Nederlands. De Statenvertaling gaat door voor de beste vertaling van de Koning Jacobus Bijbel. Spreuken 15. Ik begin met het Engels. En dan ga ik uitleggen wat dit inhoudt. Deze ene zin zegt alles. Je hebt zo'n, ook weer, een hologram. Dus één enkel onderdeel bevat het geheel. Now, Proverbs chapter 15, verse 1 says, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Grievous, moet ik denk ik zeggen. But grievous words stir up anger. In de Statenvertaling staat, een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Maar een smartend woord doet den toren oprijzen. En niet toren, maar toren. Woede. Mooi vertaald, vind je niet? Echt wel mooi hoor, dat Nederlands. In het Engels is het wel korter. Zodat het. Even kijken, want er staat ook but. Ja, die maar, die klopt wel. Ja. But grievous words stir up anger. Een smartend woord. Okay. Het is waar, hè? En hoe kan je dat nou weten? Nou, dat kan je weten omdat het waar is. Je kan dit betwisten. En zeggen van, nee, als ik een beetje mezelf moet laten gelden, dan ram ik hem er recht op in, hoor. En dan klap, blam, 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 blam. En toen heb ik me toch klappen gekregen. En dat is het punt. Gij dient zacht te spreken. Zo ben je ontworpen. Jij als mens bent ook maar een machientje. In de zin van de Darwinisten. Dus als je een beetje evolutionistisch denkt. Je bent maar een machientje. En jij bent ontworpen om zacht te spreken. En machientjes die hard gaan lopen.
Ik wil leuke dingen doen. En waarom is de koffie niet klaar? Ja, die zijn niet van ons. Dat is niet onze stam. Dus als je wil weten wie de christenen zijn, nou, dat zijn dus mensen die Spreuken 15, vers 1, betrachten. Wij proberen dat. En waarom eigenlijk? Nou, daar hebben wij een hele goede reden voor. Want in den beginne was het woord. Ik heb dat vorige keer verkeerd verteld volgens mij. Die pak ik nog even bij. Dat is Johannes. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Bijbel lezen is zo leuk, joh. Johannes 1 vers 1. Dus is heel makkelijk. Het vierde evangelie. En hier staat het. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Wij mensen, anders dan krokodillen en nijlpaarden, en de zebra's niet te vergeten, de giraffes daar gelaten, die doen niet aan taal. Wij wel. Daarom zijn wij ook mensen en geen dieren. Groot onderscheid. In de vereniging, de vereniging der materie die je kan zien, dan zien wij natuurlijk atomen, moleculen. En wat we echt zichtbaar zien, een molecuul kan je niet zien, maar wij kunnen kristallen zien. Een kristal is een vereniging van gelijksoortige moleculen. Het kan van alles zijn. Er is ook een wetenschap die heet kristallografie. Dat je aan de vorm van het kristal kan afleiden hoe het molecuul in elkaar zit. Behalve bij diamant. Dat is vormloos. Het gaat alle kanten op. De diamant is ruw. Nou, dat is een kristal. En dan heb je de volgende stap. Dan ga je richting de microben en de planten. En planten zijn eigenlijk niets meer dan verenigde microben. En dan krijg je de dieren. En de kristallen zijn lager dan de planten. En de planten zijn lager dan de dieren. Een koe, die maalt die wat om die plant? Ben jij gek? Een koe die zegt boe. En die eet die plant op. De koe, of whatever, staat boven de plant. En die plant denkt, wow, laat me maar opeten. Dat maakt me niet uit. Dat is prima. En wij staan er nog een stapje boven. En tot op zekere hoogte mogen wij dieren eten. Dieren kweken. Dan kom je op de grens. Daar zegt de Bijbel ook nog wel wat mooie dingen over. Hè? In hoeverre je dieren mag eten. In principe niet. Maar nu terug naar dat woord. Je woord, dat is een uiting van jouw innerlijkheid. Je bent ergens en je ervaart iets. En je zegt wat. Een krokodil kan dat niet. Een olifant ook niet. Een hond, die kunnen dingen zeggen, maar het is zo goed als onverstaanbaar. Iets van woef.
Wij mensen kunnen letters tot woorden maken en woorden tot zinnen maken. En die zinnen kunnen wij tot paragrafen of alinea's maken. En die alinea's kunnen wij tot een verhaal maken. Dat kom je nergens anders tegen, hoor. Dat kunnen alleen wij. Dat is de reden waarom ons lichaam er zo uitziet. Doordat wij het vermogen hebben tot taal, daarom ziet ons lichaam er zo uit. Daarom mogen wij ook geen dieren kweken om ze op te eten. Dat hoort bij elkaar. Om er maar even over door te denderen, dat probleem van het veganisme. Want dat is de etenswijze. Ik hou me er zelf echt niet aan. Af en toe wel. Want ik weet dat dat klopt. En wij zijn van het woord. De christenen en de joden worden door de Mohammedanen wel genoemd de mensen van het boek. En een boek, en het gaat dan over de Bijbel, dat is een bibliotheek van boeken. Dus je hebt het boek Genesis, je hebt het boek Exodus, het boek Leviticus, je hebt het boek Numbers of Numeri. Dat is het woord. En een boek van de Hindoestanen, zoals de Mahabharata, of de Veda's van de Upanishads. Dat staat gelijk aan een boek zoals The Lord of the Rings. Leuk om voor te lezen aan je kind voor het slapen gaan. Ik heb mijn kind heel veel voorgelezen van Marten Toonder. Die Nederlandse. Zal ik hem even bijpakken? Maak het uit. Marten. Toonder. Daar staat hij al. Jullie kennen hem wel. Denk ik, oh, ik even nog een plaatje kan vinden. Images. Ah, dit. Deze mag gewoon. Dat zijn verhaaltjes. En hele leuke verhaaltjes. De Upanishads is best wel tof. Die Veda's. Het is niet historisch. Marten Toonder met Olie B. Bommel. Dat is niet historisch. Dat is niet echt gebeurd. Dat wat in de Bijbel staat, wel. Tot op zekere hoogte. Is het woord van God. En het gaat om het woord. En dat woord moet je in controle houden. Jij nu, die naar mij luistert. Niet in paniek raken, niet gaan schreeuwen, nergens voor nodig. Rustig blijven. In je woord. En ik ben getrouwd geweest. En er was een feest. En drie kinderen zaten in de gang te spelen met een balletjespistool. En dat had ik gekocht als cadeau voor mijn kind. Een heel eenvoudig ding met een veertje erin. Zo'n 0,003 joule of zo. Maar dat balletje komt eruit en het maakt dan een boog. En
En dan zet je een plastic bekertje neer. En dan heb je een spel, of niet? Dus ik had die kinderen dat uitgelegd van dit is het spel en ga maar spelen. Wie krijgt het plastic bekertje omver? En ik ging weer lekker zitten in de woonkamer. En dan hoor ik in de gang. En die gang die heeft een marmeren vloer. Dus ik er even naartoe op mijn kousen voeten. En ik ga in kleermaker zit, op de grond zitten. En ik vraag aan mijn kind, wat is er aan de hand? Nou, en toen bleek dat haar neef de spelregel niet had begrepen. Want haar neef dacht, als je 3 keer raak geschoten had, dan pas geef je het balletjes, pistool, geweer aan de ander. Dus 3 keer raak schieten. Ah, en dat was de deal niet. De deal was 3 keer schieten. En dan die gun overgeven. Ik vraag aan het andere meisje, van klopt het dat dat de afspraak was? En het andere meisje zei, ja, dat hebben we afgesproken. Ik vraag aan haar neef van mijn kind, klopt het dat, zou het kunnen zijn dat er voorgesteld was dat je 3 keer mag schieten en dan overgeven? En toen zei hij, sorry, ik heb het verkeerd begrepen. Zo. Dus dan is nu het andere meisje aan de beurt en die mag dan 3 keer poef en dan nog een keer poef. Want die zachte balletjes, het slaat nergens op. Het is een kunst om het te kunnen. En die kinderen hebben wat te doen tijdens zo'n saaie verjaardag. Waarbij die oude mensen allemaal zitten te zeuren over ik weet niet wat. Waar je als kind niks mee te maken hebt. En ik blijf even zitten dat die gun echt het hele rondje doorging. En die kwam dus bij mijn dochter en toen naar haar neef. En toen weer naar het buurmeisje. Toen dacht ik, oké, ik ben klaar om terug te gaan naar de woonkamer. Komt de moeder van mijn kind de gang in denderen. En spreekt luid en zegt, wat is hier aan de hand? Stamp. Nou, wat er aan de hand was, was dat haar, dus ook haar neef, een kind van haar broer, die had de spelregels niet begrepen. Dat heeft ze niet eens gehoord. Want ik had het haar kunnen vertellen en zeggen we, nou, het zit als volgt. Jouw neef heeft de spelregels niet begrepen en nu wel. Dat wil ze niet eens horen. Nee, het is krijsen en schreeuwen. En stampen met cowboylaarzen op een marmeren vloer. Nou, even dan terug naar Spreuken 15 vers 1... Dus niet tegen mij gelopen zeuren. Zij sprak een smartend woord. En daar word ik boos van. Wat denk je wel niet? Een beetje gelopen schreeuwen in het bijzijn van mijn kind. Ik mag dan wel zwaar God niet zijn. Ik ben wel verantwoordelijk voor haar. Een beetje idioot gaan lopen doen. En ik ken die mensen hoor. Die dat er heel makkelijk over doen. Van ja, krijsen, schreeuwen is een uiting van mijn innerlijkheid. En daar denk ik niet over na. Ik doe de pijp los en dan kan iedereen er lekker van langs krijgen. En dan gebruik ik ook vieze woorden hoor. Zoals God verdoem mij. En vrouwelijk geslachtsorgaan.
of mannelijk geslachtsorgaan. Nou, dat soort woorden, die knal ik eruit. En dan worden andere mensen, ja, net als in Spreuken 15 vers 1, ja, dat klopt dan wel met de Bijbel. Want dan worden andere mensen echt geïrriteerd. Maar dat vind ik leuk. Ja, rot op. En je woord is echt belangrijk. Anders gaat je lichaam eraan. Christus Jezus heeft gezegd. Kan ik die nou nog bijpakken? Nee, dat doe ik niet. Dat maakt niet uit. Christus Jezus heeft gezegd. Het is niet wat de mond inkomt. Wat de mens, Adam, verontreinigt. Het is wat de mond uitkomt. Dat moet je goed in de gaten houden. En de grap is dat je humor mag gebruiken. Je mag altijd een grap maken. En daarin kan je woord ook heel vrij zijn. Als je creatief bent. Om een voorbeeld te geven. Ik woonde toen in Wageningen op een studentenflat. Op een afdeling met 18 mensen. Mannen en vrouwen. En er was een keuken en dan konden we samen koken. En iemand had gekookt. En ik had, er was een lijst. Dus iemand die schreef zijn naam op. En dan had je kolommen en dan kon je een kruisje zetten van ik wil mee eten. Want andere mensen gingen naar de mensa, heette dat. Dus wie eet er thuis? En een kruisje zetten. En hij had gekookt. Zo doe ik net. En ik zag dat. Ja, dan kom je dus samen. We waren met 13 mensen. En ik zag die pannen staan. En de hoeveelheid spul erin. Ik dacht, dit is te weinig. En die aardappels waren glazig. Dus niet doorgekookt. Gewoon knauwen op je aardappel. Er was bloemkool bij. Die was ook niet doorgekookt. Kan je lekker knabbelen. En er was iets van varkensworstjes. Van die hele goedkope meuk. En dan één worstje per 3 personen. En gebakken in slaolie. Nou, dan moet je worstjes niet in bakken. Als je toch worstjes gaat eten, denk aan Kroma. Die boter. Dan maak je een mooie jus mee. En niet in slaolie. En dan 1/3 worstje per persoon. En die kok die had er dan ook nog een bechamel saus bijgemaakt. En die bestond uitsluitend uit warm water en maïzena. Niks voor de rest. Geen zout, geen peper, helemaal niks. Het zag er wel uit als een, ja. Het was een meel in water tot een gelei. Dat was het. Nou, de hele tafel die was verschrikt. En zweeg in stilte uit dankbaarheid voor niet te eten eten. Hij had net zo goed als in de supermarkt kartonnen dozen kunnen halen. En dan die kartonnen dozen een beetje weken in het water. En hier allemaal een stuk karton. Nou, wat doe je dan? Nou, ik dacht een grapje maken.
Dus iedereen zat een beetje te mompelen zo van, nou, dit smaakt helemaal nergens nog. Wat is dit helemaal? En toen heb ik luid op gezegd, het is wel lekker warm in de mond. Dat is je zachtmoedige woord. Het kan heel ver reiken. Als je de humor weet te vinden. Wat je niet gaat zeggen is van, die rare dingen. Want je had best wel tegen die man mogen zeggen, waar heb je het gore lef vandaan gehaald om te zeggen dat jij gaat koken? Een belofte maakt schuld. En dit is geen koken. Die man heeft nog één keer gekookt en toen was het ook niet te eten. En toen is hij ermee opgehouden. Mooi zo, denk ik dan. Je hoeft niet te schelden, je hoeft niet te mopperen. Dat hoef je allemaal niet te doen. Je moet de dingen de tijd gunnen. En er zijn dombo's om ons heen, maar dat weet je alleen maar als je zelf slim bent. Zoals Christus Jezus zei, als je mij snapt, als je mij begrijpt, als je mij volgt, als je onder mij staat, you understand, als je onder mij staat, dan ben jij een lam omringd met wolven. Nee, maar dat is een leuk bericht. Dus iedereen wil Christus gaan volgen. Dan ben je omringd met wolven. Het punt is dat als je Christus niet volgt, dat je nog steeds omringd bent door wolven. Alleen je hebt het niet in de gaten. Erg belangrijk wat in de Bijbel staat. En dat je dat begrijpt. Want voor de rest heb ik niks meer te vertellen. Ik ben een soort copyright-ben aan het oplopen om alleen maar te vertellen dat dat wat in de Bijbel staat, dat dat klopt. Die tweede is ook heel mooi, hè? Ik pak even in de King James. Ik ben toch al even lekker bezig. Ik ga zo afsluiten, ik moet naar de supermarkt. The tongue of the wise youth useth knowledge aright. But the mouth of fools poureth out foolishness. Op zijn Nederlands. De tong der wijzen maakt de wetenschap goed. Maar de mond der zotten stort overvloediglijk dwaasheid uit. Dat zou je ook wel willen, dat iedereen met een IQ te laag, die krijgt zo'n SM-bal in zijn mond. In plaats dat je die kinderen Ritalin geeft en een concerto. Nee, gewoon zo'n SM-bal in de mond. Dat ze ophouden met onzin uit te kramen. Marcel van Dam, een SM-bal in zijn mond. Sonja Barend ook. En van Theo van Gogh horen we niks meer. Dus die hoeft geen SM-bal. Zoiets. Want de mond der zotten stort overvloediglijk dwaasheid uit. En het is zo. Het is mijn schuld niet. Ik ben zo iemand die achteraf constateert van, hey, die handleiding die ik heb gekregen voor mijn leven, daar staat het echt in. Ik ben zo'n dwaas geweest. Ik heb gestemd. Voor de CPN een keer, voor de PvdA.
dom was ik. En inmiddels weet ik beter. En jullie ook, toch? Of ben ik de enige die aan het slim worden is? Want dat is echt een angstaanjagend idee. Of niet? Moet ik dan de wereldheerschappij over gaan nemen? Omringd door dombo's? Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is me veel te veel lopen. Dan moet ik net als Donald Trump met een vliegtuig naar Zuid-Korea om te overleggen hoe het gaat met Noord-Korea. En dan weer langs Rusland om Poetin... Dan krijgen we de slappe lach. Sorry. Kom. Nee, papa Donald. The fuck. Oh shit. Oh kut. Maar die combi van Trump en Poetin. Oh. Ik ga morgen weer beginnen met roken. Pas morgen hoor. Maar misschien overmorgen dat ik weer begin met roken. Zo, knetter. Maar dat wil je toch helemaal niet. Dat slaat ook helemaal nergens op. Die hele exercitie van de katholieke kerk. Van we nemen het christendom over. Dan gaan we formaliseren. En dan maken we een business van. Want iedereen gelooft dat. Ja, inderdaad. Iedereen die verstandig is, snapt dat een zacht antwoord de grimmigheid afkeert. En een smartend woord. Ja, dat geeft alleen maar rommel in het kippenhok. Ja, die katholieken, dus Babylon is dat, die hebben deze teksten van ons afgepakt. Die hebben het in beslag genomen. En vertaald in een geheimtaal. En dat heet Latijn. En Latijn is geen natuurlijke taal. En ze hebben deze waarheid niet echt van ons afgepakt, want er waren nog de Waldicensers, de Albigensers en de Waldensers. En in zekere mate de Gnostici. Die deden niet mee aan die Latijnse idioterie. Nou, dat hebben ze met de dood moeten bekopen. Maar niet allemaal. Er zijn nog steeds Waldensers in leven. Of hugenoten. Ze hebben deze taal van ons afgepikt. En vervolgens tegen ons gezegd. Nou, als je het hebt over seks voor het huwelijk, dan is er sprake van condoom. Nee, er is helemaal geen sprake van condoom. Dat doen die viespeuken. Condoomautomaten in de stad ophangen. Geef je vrouw een voetenmassage. Ga lepeltje, lepeltje liggen. En neem je baby by the hand. En ga dansen. Dat is toch ook seks? En die stomme katholieken, die rammen allemaal die viespeukerij erin. En aan de ene kant gaan ze condooms aanprijzen. Overal condoomautomaten. Daar krijg je een vergunning voor. En aan de andere kant zeggen, nee, je mag geen seks hebben zonder condoom. Maar het gaat daar niet om. Dat is een afleidingsmanoeuvre. En erg slim. Dus
Als je onder de indruk wil zijn van het menselijk intellect, dan moet je even een studie maken van de katholieke kerk. Dan snap je hoe slim mensen kunnen zijn. En laat hem maar even op je inzinken. En dat heidendom, de katholieke kerk, en alles wat erbij hoort met atheïsme en homoseksualiteit, en dan nu ook nog hebben ze een nieuwe serviceverlening, een nieuwe dienstverlening. Er kunnen twee mannen naar hun toe komen en dan krijgen ze een contract. En dat contract kost hun dan €500. En dan betalen ze voor dat contract en dan zijn ze getrouwd. Gadverdamme. Ja, dan hebben de homoseksuele mannen, die hebben dan ook recht op een uitkering hier. Dat is de antichrist. Die ons weghoudt van het woord. Met mijn eigen kind heb ik dat ook. Dat ze een aversie heeft van de Bijbel. Terwijl ze nog niet eens een pagina heeft begrepen. De Bijbel is de consensus. En ik heb haar een koning Jacobus Bijbel gegeven. En zij zei nog tegen mij van pap, ik ben niet blij met dit cadeau. Ze liet hem ook nog op de grond vallen. En wat is dat dan? Angst voor het woord? Woordangst? Angst voor het feit dat mensen vroeger al wisten. Is dat angst dat je alleen maar aan kennis wil doen als die opgeschreven is niet langer dan 3 maanden geleden? Want de Ex Libris prijs, zo'n boekenprijs van 3 jaar terug, ja, die lees ik niet meer, want dat is oud nieuws. Ja, maar Piri, ik vind het wel saai hoor, die Bijbel. Die spreekt over een harmonie tussen mannen en vrouwen. En dat je gezinnen hebt en dat de kinderen van God zijn. En dat je daar respectvol mee om moet gaan. En nou, ik ben je echt kwijt hoor. Is dat van deze wereld? Nee, dat is niet van deze wereld. Ik ben gisteravond nog geweest met mijn goede vriend Pat. En die is opgegroeid in een internaat. En niet omdat ze ouders geld hadden. Zijn ouders konden hem niet dragen. En gelukkig, hij zegt zelf dat hij daar een gelukkige tijd heeft gehad. Maar het klopt niet. En dan kan je tegen inbrengen dat Pat in dit geval er best goed mee weggekomen is. Hij maakt mooie muziek. Maar het klopt niet. Ik ben ervan overtuigd dat Pat in kwestie, als zijn ouders normaal geweest waren en zich aan de Bijbel hadden gehouden, had hij ook mooie muziek kunnen maken. Daarvoor hoefde hij niet per se, net als die jongens van Genesis, naar het tuchthuis. Dat is mijn mening. En zeg maar of ik gelijk heb. En als wij niet geloven dat de Bijbel het woord van God is, namelijk het woord van de mensen, de Elohim, als ik het vrij mag vertalen. Als je dat niet gelooft
En je trekt maar een jota in twijfel. You are effed. Want je gaat niet lopen fucken met de mensheid. Ons woord, namelijk het woord van God. Dit is het en niets meer. En daarbinnen heb je een enorme vrijheid. Je mag van alles zeggen. Het humorverhaal, denk nog even terug. Je hebt een grote vrijheid. En die is luchtig, die is informatief, die doet ertoe. En als je niks te zeggen hebt, dan hou je je mond. Als je geen zacht antwoord weet, dan zeg je niks. Als je me niet gelooft, dan gaat het boek Brave New World nog maar een keer lezen. Van Aldous Huxley. Dan zie je het van de andere kant. Of lees dat boek 1984. Van William Blair. Die schreef onder het pseudoniem George Orwell. Lees dat nog eens een keer. Neem je woord ter harte. En doe niet zo eigenwijs. En als jij je woord ter harte neemt, dan word je waarschijnlijk uitgemaakt voor iemand die heel erg eigenwijs is. En dat neem je maar op de koop toe. Want ik ken die ezels. Ik ben ook uitgemaakt voor arrogant. En ik ben helemaal niet. Ik ben helemaal niet. Laat staan arrogant. Waar zou ik het lef vandaan halen? Ik heb God ingezien. En gedacht, oké, discussie is over. Wat zal ik doen? Het is je weg tot de spiritualiteit. En overal een enorme scheidhekel aan hebben. Diep in je hart. Dat is aan iedereen gegeven. Je houdt je aan de 10 geboden minimaal. En de rest. Wordt een zelfmoordterrorist. Dat mag je tegenwoordig zeggen. Dat is politiek correct. Dan lijk je nog ergens op. En gedenk je woord. En als je niet zo heel goed bent in spreken, ga dan lezen. De Bijbel bijvoorbeeld. En als je dat te ingewikkeld vindt, dan ga je maar beginnen met het Dhammapada. Dat is babyvoedsel. Of Albert Camus, met zijn mooie roman, die heet De Pest. Lees die. Albert Camus heeft een gedicht geschreven, een aforisme heet dat. Een heel kort gedicht. En dat zijn twee proposities met een conjunct. De eerste propositie is:
de mensen sterven. De conjunct is en. En de tweede... Nee, het tweede conjunct heet dat dan. De eerste conjunct is mensen sterven. Dan komt de conjunctie, dat is en. De mensen sterven en dan komt de tweede conjunct. En als je een en gebruikt, dan is die zin alleen maar waar als beide delen waar zijn. Je kan ook zeggen, Piet is in de keuken of iets anders. Piet is in de keuken of niet. Maar als je en gebruikt, dan is die zin alleen maar waar als de beide conjuncten waar zijn. Dus dan 1 keer 1 is 1. En 1 keer 0 is 0. En 0 keer 1 is 0. En 0 keer 0 is 0. Dat is de conjunct. Die is alleen maar waar als ze allebei waar zijn. Wat Albert Camus heeft geschreven is... De mensen zijn niet gelukkig. En, dat is splitsing. Dan het tweede conjunct. Nee, de mensen sterven. Ik heb hem bijna verklapt. De mensen sterven en zijn niet gelukkig. Ja, hoe komt dat? Want waarom zou je niet gelukkig zijn? Wat is daar de reden voor? Tussen jou en mij. Je hebt toch die relatie met de Heere Heren. Je weet toch dat Christus Jezus de deur is. De westerse deur. Daar staat toch alles in. En de vrijheid die je dan krijgt, dan mag je doen wat je wil. En denk goed na over wat je spreekt. Denk goed na over dat wat je kookt. Als je kookt, dan spreek je. En dat geef je een uitdrukking van een beeld. Van dit is hoe ik bedoel dat pindasaus moet smaken. Dat is jouw taak. Als mens. Als je een krokodil bent, hoef je alleen maar te happen naar een goudvis die voorbij komt. Dan denk je, lekkere goudvis. Als mens heb jij iets meer te doen. Het is jammer. Maar helaas. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Snap je hem? Dus je woord in de gaten houden. Je hebt toch ook je lichaam. Je kan ook rechtop staan terwijl je iets zegt. En als je rechtop staat terwijl je iets zegt, dan zeg je iets anders. Dat heet lichaamstaal. En dan kan je een hele groep in bedwang houden. Alleen met je woord. En op zijn hamburgers, ik moet echt gaan afsluiten, want ik moet naar de supermarkt. En nog werken vandaag. Dat heeft ik weer. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.